En allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator. A Taste of Dungale. Vandaag gaan we weer verder. Ik heb de John Deere verkocht en de balenpers gekocht, want het werkte voor geen ene meter. Hij kon de bergen niet op. En vandaar heb ik een Case balenpers met een Case IH ervoor. We hebben een klein leningje gedaan bij de andere bank, want we hebben meer geleend dan dat je kon lenen. Oftewel, leenrente is 2000, hoeveel moeten we betalen per keer? Even kijken hoor. We moeten 2200 per keer betalen en dat is 7 dagen lang. En dan zijn we er weer af van de lening. Ongeveer. Dus dat is super chill. Deze staat, Highwork staat weer vast. Het is natuurlijk niet voor niets de auto combine, hè. Wacht even, dit stukje kan ik beter even zelf doen. En dan zometeen laten we hem gewoon een hele nieuwe baan trekken. Of tenminste echt een heel rondje. Want nu elke keer zo'n half stukje. Daar heb je ook niks aan. Nu is hij weer netjes recht. Ik wacht dat hij een beetje leeggedruppeld is. Dan maken we een heel rondje. En dan laten we hem weer helemaal persen. Of netjes helemaal. En dames en heren, je hoeft het niet te geloven, maar deze kar stond net hier. En precies op dit punt zat hij vol. Hoe de fuck krijg ik dat voor elkaar? Dat is echt iets. Dat dacht ik echt van. Wow, wat? Wacht even hoor. Wacht even. Hoe kan hij zichzelf ontladen? Blijkbaar stond hij dus perfect. Ik had echt geen idee. Ik heb geen idee wat me overkwam. Echt niet. Nou, oké, weet je. Chill. Scheelt weer. Laten wij. Ja, ik heb de andere trekker ook verkocht. Want aan twee trekkers heb je zat op zo'n klein boerderijfje waar je toch eigenlijk niks te doen hebt. Dus laten wij de hoofdboerderij weer eens even opzoeken. En een beetje spul gaan verkopen. Een beetje graan. Want we kunnen wel wat geld gebruiken. En eigenlijk wil ik nog een grotere lening afsluiten. Van 1 miljoen. En daarop een beetje verder gaan. En sommige mensen denken, ah nee, ah ja, ah nee. Maar ik denk van, waarom niet? In het echt kan je ook een lening van 1 miljoen afsluiten als jij een bedrijf wil gaan starten. Moet je wel wat inkomsten hebben, maar dat hebben wij ook. Alleen dan denk ik van, ja, waarom niet? Sceneway zal wel een echt merk zijn. Dat weet ik niet. Maar waar is het hoofdboerderijtje voor mij? Waar is de hoofdboerderij? Waar? Ik denk bij de koeien. Moet ik niet zo rijden? Ik denk daar of zo. Moet ergens hier in de buurt zijn. Ja, moet hier al een link zijn. Moet haast wel. Dat was bij de witte keypunt moet ik trouwens zijn. Oh, wat raak je snel verdwaald, zeg. Wat raak je snel verdwaald in deze map. Maar vind ik wel grappig. Alleen moet wel op tijd terug zijn dat die tarwe weer... Voor mij zit hij weer vast. Yep. Soms werkt hij niet altijd de inspector mod, maar hij moet sowieso om dit paaltje heen en dat kan hij sowieso al niet tegen. Dan weet hij het niet meer. Dan weet hij allemaal niet meer hoe het werkt. Dus even zo. En rood en blauw past ook nog best wel bij elkaar. Ik vind dat Kees en Nieuw-Holland best wel een beetje bij elkaar. Het komt uit dezelfde fabriek, dat ook nog is, maar ja, het past wel bij elkaar. Waarom weet ik niet, maar... Tenminste, dat heeft iemand me gezegd dat Kees en Nieuw-Holland uit dezelfde fabriek komen. Maar we gaan ook wat nieuws doen, dames en heren. We gaan namelijk ook appels kweken. Appels kweken? Ja, appels kweken, dames en heren. Appels. Gewoon appeltjes. Appelbomen. En dan kan je ze plukken en dan kan je ze verkopen. Dat gaan we ook doen. Dat lijkt me ook best wel even leuk. Gewoon een keertje wat nieuws. Nou moeten hier ergens silo's zijn. Waar, oh waar, zijn de silo's? Hier.
Maar wel drinkwater. Nee, juist niet. Of dat is nog een stukje verder. Het zal hiernaast dan wel zijn. Hier. Ja, daar zijn de silo's. Oké. Found it. Oké, dus het is gescheiden. Dit is de koeien. Dit is de koeienboerderij. Super chill. Super awesome. Hier al is een schuurtje voor je machines. En dan moeten we dus een ingang verder hebben. Hier is de silo. Alleen hoe ga ik het eruit halen? Dat is de vraag van vandaag. Kunnen we ergens onder rijden of moeten we het zelf eruit scheppen? Anders heb ik een probleem. Nou, het kan wel, maar dan moet ik weer een dingetje kopen. Een bakje. Ik ben bang dat we het eruit moeten scheppen. Ik ben het nu bijna 100% zeker bang. Dus dat betekent dat wij dit moeten gaan doen. Is het leuk? Ja, ik vind het wel grappig. Maar waarom moet dat nou weer nu? Daar heb ik nou eigenlijk net even geen zin in. Maar weet je, aan de ene kant, het maakt het wel wat leuker. En dit zijn nou juist de dingen dat je mist. Op een gegeven moment zal het wel saai worden. Dan kan je een lopende band erin zetten. Die heb ik ook nog, die mod. Maar nu kan het even zo. En waar wordt het heen gereset? Ja, daar. Bij het koeienweiland. Hoe kom je erin? Hier. Oké, found it. Ik heb geen questions meer. Hier is het een beetje modderig. Dit zijn de koeien. Oké. En dat zijn de resetvelden dus ook. Oh, dit stuurt een beetje apart. Soms. En de oogmachine zit er vast. Woehoe. GG. Misschien moet ik maar meer rondjes in gaan stellen. Ik denk dat dat misschien wel beter is. Dat die rondjes, of niet de rondjes, maar de banen gaat trekken. Die rondjes, daar doe je ook gek van. Maar net als de kleine baggerpoeltje, dat geeft ook weer net even de kick, weet je. Allemaal van die kleine dingetjes waar de maker over heeft nagedacht. En dat moet je doen als maker. Daarom is deze map wel awesome. Is de laatste. G. Ik kan het hier weer natuurlijk niet ingooien, want ik zeg die van, wil je het keepen? Nee, ik wil het even er los ingooien. Mot niks keepen. Zo, lekker tarwe scheppen. Nou. Dat wordt wat, hè. Tot die vol zit. Dan kunnen we het verkopen. En we kijken waar we het meeste geld voor krijgen. Zoals altijd. En dan laat ik die frontloader wel hier staan. Dat gebruik ik toch eigenlijk nergens anders voor. De kar zit alweer vol. Oh. Dat is zonde. Oh nee, ik denk dat het wel in de silo ging trouwens. Zo. Karretje aankoppelen en verkopen die handel. Oh, hij gaat dit door. De oogstmachine hoor. Hij gaat gewoon weer door. Toch wel. Even kijken. Natuurlijk heb ik hem nog nooit gezien waar dit is. Waar ik kan verkopen. Daar is momenteel omlaag. Dat is weer kut. Homeland. Nou, waar is Homeland? Homeland is daar boven. Oké. Dus dat is gewoon een kwestie van de weg volgen. Ja, doen we dat maar. Echt tijd om een keer te gaan maaien, want dit is echt een maailand. Dus die Big M, die gaat er wel komen. Ook al is die wat groter dan dat die eigenlijk leuk is. Toch gaan we dat denk ik doen.
omdat ja, als er zoveel gemaaid moet worden. Ik weet het nog niet. Dus aan de ene kant is het ook weer misschien weer minder leuk. Dus we kijken wel nog wel. We hoeven nog geen beslissing te maken, gelukkig. Het hoeft nog niet. Even kijken. Je zit hier. Homeland. Hier al moeten we zijn. Oh, we hadden een goede bocht nemen, Michael. Zo. Daar zijn dus de wol verkopen en de stro verkopen. Je kan bijna ja, je kan ook alles verkopen hier. Money, money, money. Niet zoveel money. 5000 euro's op je muil. Nee, maar daar gaat het eigenlijk ook helemaal niet om. Dat stro, dat kunnen we straks weer bij de beesten erop gooien. Nee, gaan we mengen met gras. Daar moeten we nog even een lening, want we kunnen nu nog niks, om het zo maar te zeggen, weet je. We kunnen nog niks. Waarom staat die tarwe daar stil? Ah, die is natuurlijk weer niet om het bosje heen gegaan. Ik moet wel focussen met rijden in deze map, want voor je het weet zit je vast. Oh, oh, ja, gaat goed. Nee, staat hij vast. Ik weet het niet. Hij loopt twee rondjes achter, dat wel. Hij loopt maar twee rondjes achter. Ah, bijna twee. God, wat heb dit ding, joh. Het is handiger om de palenpest eerst weer even bij te trekken. Ben ik vergeten vorige keer de volgende manier uit te zetten? Dat denk ik. Dat ben ik bang voor van wel. Vorige keer vergeten aan te zetten weer. Dus dat is kut. Dat is heel kut. Maar ja, het zijt zo, weet je. Niet te veel over zeuren. Hoppa. Samen met die banaan. Nou, dan persen we toch een paar extra baaltjes bij. Doen we tenminste ook nog eens een keer wat zelf. Ja, nee, nogmaals. Ik vind deze combi wel echt het mooist. Ook een case IH. Case IH. Maar het is allemaal case IH, maar dat maakt niet uit. Dat is het meeste. Gras opraapwagen. Het is een. Geen gras. Ja, het kan ook gras in, maar. We zijn nu stroom aan het persen, vriend. Oh, daar zat hij denk ik net ook vast, dat hij niet kon keren. Dacht hij, ja, duurt lang. Oh ja, het wordt allemaal duidelijk. Alles komt op zijn plaats, langzamerhand. Maar ik denk toch dat we al flink wat paaltjes hebben zo, ik stond er lichtelijk. Ik denk toch dat we al wat het een en ander qua paaltjes hebben geperst. Maar we halen het zo meteen op. Dan kunnen we versnipperen bij de koeien. En dan gaan we al snel aan de veebouw, het veeteelt. Het is geen veebouw, veeteelt, maar ik wil veeteelt. Van de aflevering gaan we dan een beetje beginnen met het maaien en zo. En dan laten we dit lekker, doe ik dit lekker offscreen. Jullie hebben dat nou ook onderhand wel gezien, zeg maar. Denk ik. Zo'n beetje, gok ik zo'n beetje. Misschien een beetje. Kleine klote baaltjes. Zo, deze eronder. En dan ga ik jullie alvast bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet natuurlijk niet zoals altijd om een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier beneden natuurlijk niet te abonneren als je dat nog wil. En waarom zegt hij dat er nog 1% in deze... Oh nee, dit is de balenpers, sorry. Ik zit natuurlijk in de New Holland. Dus dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet zoals altijd om een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier beneden niet te abonneren voor meer. Dan zie ik jullie volgende week donderdag weer terug bij een nieuwe aflevering van natuurlijk Farm Simulator 2015 single player A Taste of Donegal. Tot de volgende keer. En ik zeg zoals altijd, later.